Zoek. Zijn eerste in deze competitie. Dors. Dat loopt net goed. Jaremchuk. Bukari. En Jaremchuk gaat het nog eens doen. Jaremchuk, jawel. Hij doet het nog eens. Binnen 15 minuten heeft hij er al twee in liggen. Roman Jaremchuk. Deze pas legt alles open. Suleiman. Koulibaly zit ernaast. En daardoor in zijn rug ruimte met onder andere deze Jaremchuk. Goed zijn tegenstander uitgespeeld. Jaremchuk, miste tegen Moskroen, scoorde in Europa. Wat doet hij tegen Didion? Ook hij scoort nu zo 3-2 aan Gent weer in de wedstrijd. Jaremchuk. Ja, je voelt dat hij meer vertrouwen heeft, Jaremchuk. En dan scoort hij op een prachtige manier de 0-2. En dan is het nog voor het half uur zo goed als beslecht, zo lijkt het wel. Want er is overwicht van Agen, dat duidelijk de betere ploeg is. Misschien ook fitter. Knappe goal, zeker weten. En Fadi Zodzidja weer met een straal van 3 meter. Wat een paas van Fadi Zodzidja. En Jaremchuk zou als eerbetoon alleen al deze bal moeten binnenprikken.